onderschat de boel niet, jongens. Ik wil eigenlijk heel graag op auto's schilderen. En ik wil heel graag daarmee een soort expositie overal hebben. Ik vind dat overal kunst moet zijn. Maar mensen laten het niet toe. Mensen vinden het eng als je op hun heilige koe schildert. Dus er was maar één optie en dat was op de sloop. We staan hier onder een zelfportret wat ik gemaakt heb tijdens dat ik op de sloop zat te schilderen. En dat was op een. Ik zit hier op een hijskraan die vlak naast een auto stond, die weer op een andere auto stond. Dus ik was op de tweede verdieping bezig en op de deur van die auto zat ik te schilderen. En maar het mooie is dat je dus en ziet dat ik hier lekker in de zon zit te schilderen. En dat je die hijskraan ziet en dat je al die opgestapelde auto's ziet die er omheen staan. Ik heb bijna alle auto's onder handen genomen. En toen heb ik één dag een expositie georganiseerd en daar is iedereen naartoe gekomen. En de mensen moesten een helm op en ze werden door de gangen en door het doolhof van de sloop geleid. En als ze iets zagen wat ze wilden hebben, dan konden ze precies aanwijzen op de auto welk gedeelte van het stuk ze wilden hebben. En dan werd dat uitgeslepen ter plekke met de slijptol. En dan konden ze dat zo mee naar huis nemen.